Hey lieve jongens, meisjes, goedemorgen. En we beginnen natuurlijk met een half uurtje lezen. Een lievelingsbeetje. Ja. Hey. Goed gedaan. Het heet zomer en school en dat betekent zomer. Nou, dat staat voor mij voor leuke dingen doen en een beetje je eigen tijd indelen en een vakantiegevoel. En school, ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met leren. En dat combineren wij op de Zaanse Zomerschool. Al 8 jaar lang, vanaf het allereerste moment, is Margreet Dekker directeur van de Zaanse Zomerschool. En dat doet ze met hart en ziel. Want volgens haar is de zomerschool voor veel kinderen onmisbaar. Bijvoorbeeld omdat ze een leer- of taalachterstand hebben. Omdat ze niet op vakantie kunnen. Of gewoon omdat ze hun vriendjes willen blijven zien. Er zijn veel kinderen die, als ze niet op vakantie gaan, dat ze 6 weken met hun ziel onder hun arm lopen. Dat ze, je blijft in bed liggen, je hangt de hele dag achter de tv of de computer. En nu word je eigenlijk gewoon als vanzelf meegenomen in het beleven van allerlei leuke avonturen. Ze gaan zinken! En dat is voor kinderen van belang, want na de vakantie komen er andere kinderen ook met wat heb je gedaan in de vakantie, wat heb je beleefd. En onze kinderen van de zomerschool hebben allemaal wat beleefd en hebben allemaal een verhaal. En daarnaast hebben ze allemaal wat geleerd, want ook op de zomerschool moet je gewoon de schoolbanken in. Al gaan veel lessen een stuk speelser dan normaal. €32 gedeeld door 10. 23, bam, je hebt hem al. Wat wij proberen te bewerkstelligen is dat het anders is dan een gewone school. We hebben er allemaal baat bij als we het zo leuk mogelijk met elkaar maken. Nou, en dat proberen we ook tijdens taal, hè, door veel dingen buiten te doen, door andere manieren te bedenken. En we maken er echt iets gezelligs met elkaar van. Het belangrijkste doel van de zomerschool is denk ik eigenlijk dat de kinderen een positief kijk krijgen op school. Er zijn heel veel kinderen die op school zitten en die toch, ja, school is verplicht, school moet. En nou ja, hier kies je ervoor om naar de zomerschool te gaan. En als je dan ook nog een leuke benadering bij het leren krijgt, dan heb je een positieve kijk naar de zomerschool op het onderwijs. We zitten ook gewoon leuke activiteiten te doen, sporten, knutselen en dat soort dingen. Ik ben blij dat ik naar de zomerschool ga, want ik heb ook veel meer kinderen leren kennen en ik hou van nieuwe personen leren kennen. Op mijn oude school had ik heel veel moeite met leren en zo en met kinderen omgaan. En nu heb ik wel minder moeite ermee, dus nu omdat ik op de zomerschool ben gekomen. Wat is het antwoord dan, Nout? Ja, oftewel €1,50. Ze vinden het gewoon heel leuk. De leerkrachten zijn heel lief, heel betrokken. Er hangt een sfeer waardoor ze elkaar ook gaan helpen. Ik weet niet hoe het komt. Misschien door het woordje zomer. Ja, we zeggen ook, ik ga niet naar school. Nee, het is zomerschool. Het leukst. Ik kan er niet uit kiezen, want het is echt, er zijn echt heel veel dingen die leuk zijn. Sport, spel en leren dus op de Zaanse Zomerschool. Dit jaar hebben zich ruim 250 kinderen ingeschreven. Ze gingen 3 weken lang, 5 dagen per week naar de zomerschool. In de laatste week kregen ze hoog bezoek, want burgemeester Jan Hamming kwam een kijkje nemen. De kinderen mochten alles vragen wat ze wilden. Hoe oud bent u? 53. Wat voor opleiding heeft u nodig voor burgemeester? Er is geen opleiding voor. Voor mij is eigenlijk de grootste uitdaging zorgen dat iedereen gelijke kans heeft. Dat elk kind, jullie zijn ook jong, zijn eigen dromen kan waarmaken. En daar wil ik graag bij helpen. En aan dat mooie streven kan de zomerschool zeker iets bijdragen. Ja, je krijgt zulke mooie berichten van mijn kind heeft het naar haar of zijn zin gehad. Kinderen die aangeven van ik begrijp eindelijk het kofschip of de breuken of dat soort dingen. Het bewegen. We zijn met gezonde voeding zijn we ook bezig. Dus ook een samenwerking met de bibliotheek, een samenwerking. Het is dus heel breed. En daarom zeggen Nout en Maxelina tegen alle ouders en kinderen die nog twijfelen of ze naar de zomerschool zullen gaan, gewoon doen. Ik zou gewoon op de zomerschool komen, want het is ook heel leuk. Als je moeite hebt met leren, zou ik er gewoon heen gaan. En misschien vroeg opstaan, maar je moet er inderdaad wat voor doen. Dus ik zou er als ik jou was heen komen. En je maakt nieuwe vrienden.
je gaat leuke activiteiten doen en je hebt ook hele leuke juffen, dus komen. Aan de zomerschool zijn geen kosten verbonden. Deelname is gratis. Kinderen kunnen op advies van hun school worden ingeschreven. Aanmelden kan via de website www.zaansezomerschool.nl.